Mijn wereld stond even stil en ik kan moeilijk woorden vinden. De laatste update van Lysenka geeft hoop. Ik denk aan Natas, mijn lieve vriendin, en ook aan jullie. Heel veel sterkte. Is dit voor het eerst dat je dit terugleest? Ja. Het is 30 maart als de zusjes Natasja en Lysenka op wintersportvakantie in Oostenrijk zijn. Een coronabrandhaard wordt dan duidelijk. Uit voorzorg vliegen ze eerder terug. Eenmaal in Nederland begint Natasja zich steeds beroerder te voelen. Dan blijkt dat het zuurstofgehalte in haar longen onder een schrikbarende grens is gezakt. Ze wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Delft. Er stond gelijk een heel team om mijn bed heen. En die heeft me, ja, daar kreeg ik dan ook te horen van, hè, we gaan je gelijk in slaap brengen. Je kan nog één telefoontje plegen. En dan weten we niet wanneer je ook weer wakker wordt. Ik heb mijn zus gebeld, dus die heeft ook uiteindelijk nog mijn ouders moeten bellen van, hè, nou ja, net als is nu, ligt nu op de eerste hulp, ligt al in coma. En verder weten wij nog niks. Ja, ik denk dat wel ongeveer mijn heftigste telefoontje in mijn leven is geweest. En die zei dus van, ja, ik ga echt 2 weken in coma en ik weet niet of ik eruit kom. Het is natuurlijk zo dat je er helemaal niet bij mocht. Dus alles deden we via telefoon en beeldtelefoon en via de verzorging van het Reinier de Graaf. Die hielpen ons heel veel daarmee. En normaal is het een pluim voor die mensen, want het geweldig wat ze in die dagen gedaan hebben. En ze hadden het zeker niet makkelijk. Heb jij een moment gehad dat je dacht, ze gaat er niet halen? Ja, zeker wel. Welk moment was dat? Sorry. Nee, sowieso na dat telefoontje. Eerste telefoontje. Je kan je voorstellen dat heel de kamer vol stond met bloemen en de mensen die belden aan. 'Sochtends om 9:30 ging de telefoon en het duurde soms tot 4:00 middags. Dat iedereen belde van hoe is het met je dochter, hoe is het met jullie, want dat was natuurlijk ook aan de orde. Natasja zit sinds 30 mei thuis, maar kan nog niet aan het werk. Dat gaat simpelweg niet. Na 3 weken inderdaad mocht ik naar huis en dan begint het natuurlijk pas. En dat zeggen ze ook, want je energie is heel laag, je bent heel snel moe. 2 keer in de week fysiotherapeut nog. Logopedie heb ik nu voor mijn longen, om dat op te krikken. Want ik zit nu nog op 70% van de longinhoud. En ook veel rust nemen tussendoor. Want je bent gewoon echt moe. Dus echt tussen de middag nog slapen. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die denken, nou, geloof het allemaal wel. Ja, nou, kijk alsjeblieft wel uit. En hou die afstand in ieder geval. Nogmaals, ik vind het ook lastig. Maar... ik weet wel dat ik nog steeds aan het revalideren ben en ik ben er nog voorlopig niet.